Het is waanzin, 28 maaien, de dag dat heel Nederland in de stress zit, want waar is Waylon? Zeg de dag dat de Dream oer de Volvo Ocean Race van Pieter-Jan Postma voortspeeld is. En we gaan juist op een site bij de 29-jarige Trientje Doortinga. Goeien, dit is Bient, het duistig magazine van Omroep Friesland. Een status van beschermend dwarfgezicht van de oude en nieuwe Beldiek. De boeren binden op tien, maar zou het ook een kans wijzen kunnen voor ondernemers om zo meer toeristen naar het gebied te krijgen? Dus aan de ene kant is de status heel mooi, maar aan de andere kant ja, het mag net een belemmering worden op je ondernemen wijzen. 6 september 2013. Op die dag kees de jury unaniem van Ljouwert als winnaar in de strijd om de titel Culturele Haardstad van Europa. Maar na dat moment was het stil. En Ljouwert werden weer een beetje de contouren duidelijk. Want van de 41 projecten die te Sjem binnen in 2018 zit nu meer als de helte in de stijgers. Aan tafel programmadirecteur Oes Westerhof. Welkom, Westerhof. Dank u wel. Ja, en van die 21 projecten is er nou iemand waarvan je zegt van ja, daar krijg ik echt een beetje de kriebels van. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Nou, de orde 2 weken had ik heel wat dwaande west bij 2 projecten. Iemand dat is. Het doel om Alve Fontein met topkunsters deel te zetten in de Alve Steden. Dat is één aspect van het programma, die topkunsters, dus desjok naar uit. En het oren stik, ik even wat die stutsen had, dat is een project dat is Dancing in the Streets. We hebben het vooral als doel gehad om een protte band om een doensje te krijgen in Ljouwert en in Friesland. En dat is de orenkant van het van 2018. Dus die beide, daar had ik me heel veel de nocht aan werken. Ja, en die 2 projecten die je dus nou eruit kiezen, ja. Wat zei dat dan over de culturele haastheid? Dat het aan de ene kant er toch om gaat dat we op Europees niveau Sjen litten dat we topkunst hier hebben kennen. En aan de andere kant, we hebben zelfs dit hele proces won met Mierskip van onderop, elke nieuw docht mij. En dat zit heel bot in zijn doensproject. Ja. Lees je hem trouwens een beetje op schema, want er zijn dus nu 20 van de 40 projecten die in het bidboek staan, die staan al een beetje in de stijgers, dat we het nemen kunnen. Lees je hem een beetje op schema? Ja, wat dat betreft lezen we, vind ik, op schema. Trouwens op meerdere aspecten lezen we op schema. Het gaat er toch om in zijn eerste jaar om de contouren strak te maken. Nou, daar ben wij wel uit, hoe het organiseer je zullen. En daarna moest ik de projecten met een, ja, wat een langere tijdslijnen van Jilt, die moest nou wel opstarten. Hè. Dat je wat wollen met Europese fondsen of zo, dan heb je gewoon tijd nodig. En dan dat zo schande wijze om die tijd nou te vergrijmen. Dus dat van ons vier binnen, maar die eerste projecten in de groenverven, zeg maar, dat helpt dus heel bot om aasten de verder zwaar in dat ze op die kleer binnen. Ja, critici die zijn van, er zit wel wat op rails, maar de trein die komt maar net op gang. Hij je hem, dat je hem dus al meer als de helte wat kleerlezen, hè? Hij hem nou de critici de mond snoert? Ja, nou, ik had die critici net zo budget eigenlijk. Die cynische loeren net? Nee. Dat kan ik me net voorstellen. Nee, het is als programmadirecteur jij je alles. Ja, dat is weer, maar de meeste mensen die in dit vak actief binnen, die snap ik wel dat je even tijd nodig hebt om de basis te lezen, zeg maar. Wat we nou op dit stuit nog nergens wie een dasoen zegt Galica. Maar nee, we moesten gewoon eerst op gang komen. Zo is het toen een keer. Laten we nog even één project eruit pikken. Ja. Dat is de film De Nije Wildernis. Ja. Die kennen we vanzelfs al hier over de eerste film, hè, dat hier over de Oostvaardersplassen. Ja. Maar er komt nou echt, dit ben beelden, want er komt nou een film echt over het Waardgebied. En daar heb je met plan mooi. Ja, nou, het is natuurlijk fantastisch. Dit programma is helemaal net, of dat project is helemaal net in ons programma. Dat krijgen we nou als een soort van verrassing extra. Maar dat is zo wichtig voor dat hele stik wat mij bij dat Waardgebied te krijgen had. Dus ik ben er heel enthousiast door. En net alleen nog die film die maken we dat dit in een bioscoop komt. In 2018 in première gaat, van zelfs hier in de regio. Maar het jouw dus echt de kans om die film tijdens 2018 op al je plakken die hele tijd sjen te litten. In Iepen Loft bioscopen of in Lietse theaterkens in het Waardgebied of wat dan ook. Dus het is echt gewoon een extra project wat we zo even kriegen haar, zeg maar. Ja, nou zijn we krijgt van meer dan de helden, dat is nou, nou zo goed als bekend, ja. Eigenlijk hè, van de projecten. Maar dat is al je dingen dus zonder Grutte, algemeen directeur. Ja. Is dat net raar?
je moet gewoon eigenlijk wel. Je moet ontwerken. Nou, ja, dat snap ik. Maar ik dat had zien tijd nodig en dat maar even zocht worden en de mensen met dwaan dat volk wat te krijgen, dat is al je goed. Maar ik heb me volle meer geconcentreerd gewoon op de verbinding zie ik je met de organisaties in de regio, de organisaties in het land. Want het bidboek jouwt natuurlijk wel heel duidelijk een structuur om van wat we dwangen. Ja. Dus, maar dus er is nog geen echte organisatie. Je bent nu ad interim, ja, programmadirecteur. Je moet de ASNW solliciteren op je eigen functie. Ambieer je trouwens die functie van algemeen directeur? Nee, die ambiëring, dat vind ik een heel bestuurlijke baan. Dus je hebt hier nodig dat die provincie, die gemeente, dat Riek bij elkaar verbindt. Die met het grote bedrijfsleven en dingen dat. En ik zit vol. Dat is toch een beetje jouw bandje? Dan moet je het aanzien weer uit niet. Oh nee, daar zit ik helemaal niet doorheen. Het is net mijn bandje. Dat doe ik zelf, heel persoonlijk. Heel veel. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar 2018 is 14 te groot voor IME's. Dus je matte dat mijn team dwannen. Dan moet je zien van wat kan ik zelf inbrengen, wat kan een oor inbrengen. En wat ik volle meer neergetoond had, het is me te concentreren op wat we erin hardelijk doggen. En maar die lange termijn agenda, wat horen jou en Friesland er aan oer. En daar heb ik volle meer willen aan, dan let me steeds die bestuurlijke lijn in de gaten horen. Ja, komt er trouwens een soort belangstelling voor, van die functie van algemeen directeur? Ik zit zelf heel nog net in dat proces. Nee, maar zit er wel heel dicht bij het vuur. Ja, maar ik weet dus net hoeveel mensen dat reageert hebben. Nee. Dat weet ik net. Ik weet wel een naam. Nou, in het geruchtencircuit, ja. De naam van Janne Wietske? Die had van de week bekend maken dat ze geert van het listloekerskap van de Partij van Arbeid. Dus dat is net te combineren? Dus dat ligt me net zo waarschijnlijk. Nee, maar toch. Maar zou ze het kennen? Ik denk wel dat ze dat kennen, ja. Ja, dat zou het jou verrassen? Ja, want die had van de week krek bekend maken dat ze listloeker werd van de Partij van Arbeid. Of tenminste dat ze dat willen wel. Dus dan zoekt me heel wat verrassen. Ja, maar dat eigenlijk nog even. En dan de laatste vraag, ja, hoe de algemeen directeur. Ja. Maar mag het een Europese hotshot worden? Van die algemeen directeur net, daar is van is zijn dat maar een bestuurder op niveau wezen. Die het lidmissezen snapt hoe dat circuit van provincie, Riek, gemeente, grote bedrijfsleven, grote maatschappelijke instellingen, hoe dat functioneert. En dan moet je geen Europese hotshot hebben, want dan moet je de taal spreken van die instituties. Ja. Dus als je uit Friesland komt, dan heb je een streepje voor. Ja, of de rest van Nederland, maar in ieder geval de taal spreken. Ja. Ja. Nog even wat oors, want de culturele Haastad is meer als alleen nog maar cultuur. Ja. Het maakt ook voor de stad jou, het maakt het een economische boost, Jan. Ja. En ook qua onderwijs ben je wat van plan. En dat hebben we te krijgen met dat doelsproject, volgens mij. Ja, dat klopt. Nou, net alleen nog dat doelsproject. Wie willen in stikkers 8 uur van projecten een hele grote band behelden, zowel in Ljouwt als in de rest van Friesland. En wat we nu met Ljouwt door importeer binnen, dat is het uitziekje van mogelijkheden om dat on het onderwijs te keppelen. Ljouwt had daar een goede infrastructuur voor mij kunnen. Kunstkade. En probeer je als we echt wat extra onderwijs tiet, juist inzetten kennen van de culturele kant, zodat we net een beroep doggen op de gewone les tiet, zeg maar. En aan de andere kant wel voldoende kwaliteit, niveau en tiet hebben om ben ja toch dat onttrekkelijke perspectief van Maidwan on jou 2018 om dat mogelijk te maken. En daar werk je achter de schermen, de squaldirecteuren in de manden, maar de ambtenaren die daar verantwoordelijk voor binnen. Dat klinkt al even vaag. Nee, dat is helemaal niet vaag. Wat bedoel je precies? Als je lestiet in Nederland had een bepaalde lengte en je had de nice binnenopvang, je had de nice kunsteducatie, liek als dat kunstkade verzwargert. Nou, als je dat nou op een beetje oren manier organiseert, dan krijg je wat meer tiet. Om gerjocht te werken op projecten van 2018. Dus gewoon een paar hoekjes extra. Ja. Oké. Trouwens, die algemeen directeur, die maakt meer dan een ton verdienen, toch? Gewoon meegezegd, dat is een soort yield. Dat is ook een soort yield. Ja. Van de andere kant is dat wel het type salarissen wat in dat soort baan met dat soort verantwoordelijkheden vrij normaal binnen. Ljouwt had daar een norm. En jou wil het net worden? Ljouwt had daar een norm voor. Nou, ik doe dit net alleen nog voor de zin. Je moet kennen wat je zelf kent en wat je niet gedaan had, toch? Maar Ljouwt had de burgemeestersnorm en daar zit dit rond binnen. Oké. En dan had hij het nog doen, hè? Ik had er heel veel willen aan. Oké, nou, ik ben blij. Een soort van tussenbalans wie dit. Ja. Dus ik ben blij dat het in ieder geval de goede kant op gaat. De kun je opreken, ja. Oké. Uit Westerhof, tegen tank. Dan, het lijkt gevoelig. Je mening, Jan, oer wol of geen status van beschermend dwarfsgezicht van de Oort- en Nijbediek. Het Riek zoet het graag wollen, maar de meanings in de streek zelfs, ja, die ben wat verdeeld. Want wat het nou krijgt opsmieten, kind, dat is net echt duidelijk.
Er had net genoeg informatie west, zo zei Jacob Jensma van Zwarte Haan. Maar zijn vrouw en Ben had er een restaurant in een monumentale plaats op een prachtig stukje Nijbeldiek. Sjoch, nou deel 3 van Uzriegen. De discussie rondom wol of gin status luidt gevoelig. Net elke nien wil haar mening voor de camera jaan. Boeren binnen het zin, benauwd dat het haar behoint. Ondernemers in het toerisme zijn voorzichtig. Aan de ene kant vind ik het wel, want het is natuurlijk een uniek gebied met al die oude huisjes en dijkwoningen. En de andere kant heb je natuurlijk een heel soort bedrogen zitten. Waaronder boeren. Nou, wij zitten natuurlijk als bedroog. En wij als bedrogen zijn als ondernemers al net op slot komen te staan. Trots aan regeling als status. Dus in ieder geval is de status heel mooi. Maar dan komt het net een belemmering worden op je ondernemen wijzen. Zwaart het een status van beschermen dwarpsgezicht voor extra subsidies en meer toeristen? Of zet het de boeren op slot en haal je dan het het uit de economie? Het gunstige geval zou wijzen dat er volle meer mensen nog komen. Hè, dat het gebied heel bekend wordt. Net alleen in Friesland, maar ik der Boeten. Dat het toch wel een status wordt wat bijzonder is. Alleen nog wat ik al zei, van dat bijzondere maakt net ten koste van andere dingen zoals bedrijvigheid en banen. Omdat dit gebied al weinig baan schept, dan zou het in feite een versterking wezen maken van het hele verhaal. Ken dat, denk je? Volgens mij zou het wel makkelijk kennen, want in feite ken je wel een gebied, een status, Jan. En dan ondertussen nog het gebied versterken door innovatieve ondernemingen. Omdat er gewoon te weinig informatie werd doen. Dus dan kreeg ik wel een oordeel, Jan. Maar je weet eigenlijk net wat je oordelen, want er is niks bekend. Het zit wel vaak zo wijzen dat ze het uitstellen. En dat het dan op het laatste moment nog een keer komt, denk ik. Heel veel mensen die denken, nou ja, je heerde weinig hoor, dus ja, dat komt wel, denk ik. Maar op het moment leeft het net erg. Bij de boeren wel. Die zeiden van, nou, die ben gewoon heel resoluut van het matnet. En ik denk op deze manier dat ze denk ik wel gelijk in hebben, dat het op het moment qua informatie en alles te weinig is. Morgen, dan is het hemelvaart, dan is de gimbeend, vreed wel weer en dan het verhaal van Ian die de beschermde dwarfstatus heel ontel zitten shot. Als je als Ben, je huid of je mem verzwart je matten, dan kan dat je lippen vol slijm in de greep hebben. Hoewel tankbewerk is het ek vaak zwier en dreig. Hielendal, het huid of mem, naar een verzwaringstehoes dat wol of mat, maar der wegeren wut. Dat kind dan van schrijnende situaties zwartje. Om tafel, Evert Fokkema, Evert Wolkom. En dan was Juwet een persoonlijk verhaal wat voor jou brengen. Ja, het persoonlijke verhaal maakt je het meest duidelijk van wat ze worst. Ja. Wij merken dat onze mijnwerkers, die zijn op dit stuit bezig om al onze klanten en iedereen die helpen is op dit moment te beziekjen, de gesprekken mee te voeren om u te vinden hoe het straks met dat hele zwargwet effectief wordt. Ja, de mijnwerkers van Zwargcentrum Lepp. Daar van ons project Oors. Project Oors. We hebben speciaal een project voor opzetten. Iedereen okay. Beziekje u te vinden van hoe werkt het straks en hoe kunnen we samen met familie van mensen die dan al die thuiswaaien bloeien toch iets betekenen dat we wel garanderen kennen dat er een oplossing komt voor een hulpvraag. Ja. En waar onze medewerkers nu al heel botje in oorrennen en steeds vaker is dat er nu al een heel soort grenzen zitten om het thuisverzorging van je eigenheid of mem en mensen die heel lang thuis waaien. Tot nota wie er weinig mensen die dat verhaal vertellen hoeven, maar mevrouw Dotinga en haar familie in de reden om dat verhaal nou eens te vertellen en om aan te gaan van dat de grenzen binnen om het zelfstandig thuis waaien. Ja, dat is de 29-jarige Trientje Dotinga van Sybrand op Worn. Want waarom spreekt dit Dijsa aan, dit verhaal?
Nou, ik vind gewoon dat het net een mietlot is. Dat ik je wel vaak vertel, net een mietlot te bedelen deze kist in CCO volle wol of net al. Mevrouw Dootinga, onze mijnwerkers zitten er heel erg mooi. De grenzen van de thuiszorg die wij de jou wien al lang bereikt. Ze wennen nog thuis? Ze wennen nog thuis. Dat zal ze straks zelf vertellen en haar zoon zal dat ik vertellen. Onder minder omstandigheden, vind ik. Ja. En ik wil het graag vertellen, omdat ik denk dat het net zo wijze kan dat wij gewoon zeggen van meestal druk op een knop en dan kan ze wel tussen waaien bloeien. En ik denk dat daar grenzen om binnen en dat we er heel erg om denken. Maar zeker als ik nog eens een keer betinkst dat bij de indicatie van mevrouw Dootinga er nog nooit een indicatie persoon of een mywerker op visite West had. En dat op telefonische basis. Alleen op via de telefoon? Dat kan je haast niet vaststellen. Zo werkt het. Ja. Ja. Dus mevrouw Dootinga, die wennet nog thuis. Ja. Er is mantelzorg van haar zoon, want die in je zoon wennet ook bij haar thuis. Ja. Zij is jongen en zondag en eigenlijk wil ze graag naar een verzwaringstehuis, maar had geen indicatie en dus mooi ze daar net in. Nee, daar komt het in het kwart op del. Daar komt het op del en de zorg richt zich altijd op degene die de zorg gaat. Maar we hebben te weinig naar zoen wat voor gevolgen het voor die mensen eromheen. En ik denk dat daar ik preventief heel goed om denken moet. Want ik ben bang dat van heel soort mensen bestuurt, dat daar dan ook ongelukken gebeuren. Ja, nou, ik ga er zelf west naar de familie Dootinga. Laten we er even in zien. Ja. De 29-jarige Trientje Dootinga is tijdelijk opname in verzwagingstehuis Leppenheim. Het is tijdelijk, want omdat haar zoon bij haar inwennet in Sibrandeborn, is permanente opname overwiest. En dat wiels vrouw Dootinga nooit de deur van haar man, nou 4 weken bot achteruit gien is. We gaan naar het huis van de Dootinga's in Sibrandeborn. De skwon van zoon Freerk lize van de door. Ex-kwandochter Nienke is er. Ze vertellen hoe de situatie, dat mem net meer rinnen kan en dat ze de laatste jaren eens alleen nog maar in de keuken ziet te wachten om het de dag weer voorbij wieën. Ze kon niks, hè. Ze kon net een kop koffie zelf inschenken. Ze ziet. Ze ziet eigenlijk de hele dag ze op ziet die de stoel hele waar nou op deze stoel waar ik nou zit en dan daar in het hoekje. Ja, het zit in de muur om te zien. Ik zet medische voetgang, zet ik drinken voor haar kleer. Een mandarijntje maak ik voor haar kleer, zet ik al hier om haar heen. Toen, dan moest ze, dat zag ze hoe maar rijden. Ja, dan kwam ze thuis en met het koffie drinken, net als het goed, weer de koffie door haar heen en gong. Dus het was een hele gevaarlijke situatie, de koffie. He, dan zetten ze het thuiszorgkamp lijst om 12 uur smiddags dan. Zetten ze haar ik op een pauw. Ja. Nou, en dan zetten ze een bakje koffie voor haar. Nou, dan hie ze alles om haar heen en ze redden ze haar wat. En komt zij dan net in opmerking voor een zwaargestelling? Ja. Ja. Dat hing de hoop. Ja. Ja. Daar wie ze nou te goed van zijn, ze goed op een bel drukken. Maar ja, zo werkt het dan. Zie ik hem hier voor kijk. Had ik een andere baas aan hier die heel lang zou de bloemen thuis en hoe snel werden kwam. Want ze moesten hem net al die belje, hè? Dat hier ze wel trots dat het heel besweerlijk weer. Dus het koek was dat de bakker hier binnen stapte. En dat ze de bakker vregen van, goh, kies me ik helpen, kies me ik even op een poos zetten. En dan wens je er in het dorp en dan kent dat al je nog. En dan gebeurde dat. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeuren moet. Hè? Morgen. Hoi. Nou, goeie. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja. Hoe bevalt het hier in Leppenheim? Mooi. Ja, prachtig. Ik vind het echt goed, hè. Maar ja, ik bedoel je misschien net altijd, want ik ben af en toe fritten, maar wat het ter plaats van mij. Ja? Ja. Want je wilde eigenlijk net weer waarom naar jouw eigen huis? Nee, nou. Wat met mijn hond was, het wel, dat ging ik zeggen, want hij zal mooi winnen. Maar ja, het kan het meer. Ja. Nee, want waarom kan het net meer? Nou ja, ik kan er net zo best mee. En dan mag ik altijd mijn hulp hebben. No? Ja, dat heb ik dan ook voor zelf, maar ik wil het kennen langs net meer. No? Maar mensen, nou tijdelijk in een verzwaringstehuis? Ja. In Leppenheim. In Leppenheim. Ja. Maar dat is maar tijdelijk. Dat is tijdelijk. Dat neemt ze op een crisisopvang, een spoedkamer. Ja. En waarom zit ze daar nou dan? Omdat er nou een crisissituatie wie? Ja, gewoon niet meer. Ik ga er onder terug. Ik kom daar maar bij haar. Nou, en ik wil net oorspannend thuis zitten terug dat ik dat doen moet. En dat er andere mensen wel binnen die dat wel doen kunnen. Maar kinders. Er zijn instellingen voor.
Maar dat kind dus zou wijzen dat ze dus misschien wel weer omkomt. Ja, nou dat hoop, ja, het is hard zijn. Ik hoop het net. Maar het, dat kan niet meer. Het is net, De kinderen haal je gewoon net meer verzorgd. Nee, nee. En we zorgen nou, he, ze zit die leppen in hem en we zorgen nou al. Er wordt voor haar zorgen, er wordt op haar post. Ja. Ze heeft weer meer praat, want ja. He, ze heeft meesten komen heen. Ja, ik ken hem meer uit. Als we altijd in een huis alleen. Nou, dan ging ik net volle boeten door, net om te samen te zeggen. En nou, ik, dat ben al je vrouw en al je. En dan zitten ze mooi in de zin en dan denk ik dat ik even heen. En dan ga je dit praatje en dat praat. Dat vind ik wel gezellig, ja. Het is nou correct dat wij haar voort willen, hè. Ja. Maar zij is natuurlijk net. We willen een goed plekje voor haar, hè. We willen dat zij nog op een mooie hier in verzorgingshuis kan krijgen. Dat zij iets krijgt waar zij rug op heeft. Ja, dat wordt haar ook. En dat is net voor Pieter hier achter de tafel. Nee, dat wordt haar gewoon opnomen. Ja, even het verhaal van vrouw Doortinga. Ja. En als je dit zou sjoggen, ja, dit is voor mij ook wel een beetje een angstbeeldje. Van, hoe groot is dit probleem nou eigenlijk? Nou, het probleem is nogal aanwezig. Er is geen situatie gelijk en in sommige situaties het best. Maar ik denk dat we onderschatten van wat dit voor de omjouwing vaak beschuttigt om dit op te vangen. En dit net meer toch een zware instelling leveren te krijgen. Dus en er komen steeds meer. En nou, het vrouw Doortinga het gelokhoorn, want we hebben juster hebben onze maaiwerkers eindelijk het verlossende mailtje gekregen van het indicatieorgaan. Dat ze toch een indicatie krijgt voor een zwarginstelling. Dus vrouw Doortinga kind naar een zwarginstelling? Ja, ja. Dat is mooi nice. Ze bedoelt definitief bij ze wijnen. Is iedereen, en zeker de familie, heel gelokkig mee. Net, dat zei ze in het film, kijk, net alleen nog voor hunzelf. Maar ik, voor die mevrouw zelf, omdat ik weer een sociaal leven opbouwen kan, waar ze nou straks te lonen komt. Maar goed, dit is vrouw Doortinga en dat is natuurlijk maar één. Maar er zijn natuurlijk volle meer gevallen die hetzelfde binnen als vrouw Doortinga. Ja, en sterker nog, hè, er binnen de lichtste zorgklassen die binnen al afvallen. De indicatiecommissie rente wat er fruit. Maar daar kom hier, er komt er nog een categorie van nog zwaardere zorg bij die ik net meer naar een zorginstelling maak. Dus dit soort situaties, ik geloof heilig dat we dit net oorziet, dat we dit daar kom hier aan, dat dit aan de orde van de dag is. Dat steeds meer situatie dat is. En als we haar zijn van wat wij bezieken willen is de komende tijd, is te verbinden met het lot van zo'n hele familie. En samen met hen te zien van wat kunnen wij doen. We joegen hier al de optimale toezorg. Onze maaiwerkers aarde en hemel bewogen bij de indicatiecommissie om er nog wel eens naar te zien. Een indicatiecommissie die nog nooit west had, en mevrouw Doortinga zelf nog nooit zien had überhaupt. Het is al die telefoons aan maar hemel en aarde is bewogen. Uiteindelijk is het ontslagen. Maar het eerste was, denk ik, als zorgaanbieder nog waak is gewoon mij zulke mensen een commitment ongeveer van wij proberen hem hoe dan ik te helpen en een oplossing te vinden. Ja, maar ik kan me toch vaststellen, want elke nien even het kind toch zien dat vrouw Doortinga in dit geval, en zij zullen er nog volle meer wijzen, dat zij gewoon het beste te plak komen kind in een zorginstelling. Ja, maar dan hoe je toch je raketgeleerde van te wijzen? Nee, maar ik is als nog staatssecretaris worden, want die vindt dat het al je wel kent. Nou. Dat is inderdaad wie. Nou ja, het goede nieuws is in elk geval dat vrouw Doortinga permanent blauwe kind in leppen hier. En daar komen er volle meer Doortinga's. Dankjewel voor die verhaal. Even het fokken maar. Ons Safir. Morgen dan is het geen bind, maar vreed, dan ben we er wel weer. Waar weet ontan en van nou in elk geval nog een hele gezellige dag.